Change is coming. Dat is de nieuwe slogan van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, kort gezegd het AZP. Nou, we hebben een gesprek met mevrouw Latoya Boetius, die PR is van het AZP. Zij vertelt ons alles over de werkzaamheden die hier gaande zijn te AZP, maar ook over de spoedeisende hulp. Mevrouw Boetius, bij het AZP worden op verschillende afdelingen renovaties gepleegd. Welke renovaties worden gepleegd en om welke afdelingen van het AZP gaat het? Laat me alvast algemeen stellen dat de directeur is gekomen met de slogan Change is coming. En die change, als de mensen op het terrein lopen, gaan ze ook wel merken wat die change allemaal inhoudt. Je had het net over dus de renovaties die plaatsvinden. De grootste renovatie nu is die van het beddenhuis. En daar hebben we nog maar 2 vleugels die we moeten renoveren. De rest is al opgeleverd. Er zijn al patiënten die op de zalen liggen. We zijn dus nu bezig met de laatste vleugels aan de noordelijke zijde. De eerste etage en de tweede etage. En daarna hebben we het volledig beddenhuis gerenoveerd. Los van het beddenhuis zijn we ook bezig bij het Suriname Eye Center. We zijn daar bezig met de bouw van het eerste oogziekenhuis van het heel Caribisch gebied. We zijn al zo ver dat we kunnen zeggen dat we in maart van dit jaar de eerste fase zullen openen, waar dus de eerste groep van huisartsen, geen huisartsen, maar oogartsen dan de diensten zal aanbieden, want nu wordt nog in de oude ruimte de diensten geboden aan de mensen. Maar vanwege het feit dat het werk zo mooi vlot, dat we straks in maart 2020, maart van dit jaar, dus de eerste fase zullen opleveren. Naast het Suriname Eye Center zijn we ook wel bezig bij de Intensive Care Unit. Want daar zo werken we aan de uitbreiding. Als we praten over mensenlevens redden, dan kan je het niet doen met het aantal bedden dat we hier hadden. Dus we hebben gekeken naar de uitbreiding. Er komen een aantal erbij. En los van het gedeelte van de uitbreiding van de ICU, weten we het AZP is al ouder dan 50 jaar. En hier zo hebben we dus een gebouw en gebouwen, onderdelen die ook precies zo oud zijn. Dus onze operatiekamers, die voldoen niet meer aan de tijd. We hebben daar zo dus een compleet nieuwe operatiekamer waarmee we dus nu bezig zijn. Niet één operatiekamer, maar dus een heel operatiecomplex waarvan dus een aantal operatiekamers worden gebouwd. Dat is dus een complete nieuwe situatie. Maar mevrouw Boetius, er zijn ook patiënten die behandeld worden. Hoe doen jullie met geluidsoverlast bij de bouwwerkzaamheden? Dus we zijn dus heel nauw in contact met onze mensen. Onze maatschappelijke dienst brengt dagelijks bezoekjes aan de patiënten hier. En de patiënten die geven ook wel aan waar ze het meest last van ondervinden. Wij werken ook wel hier zo. We vragen dat de mensen zoveel als mogelijk rekening houden. Het is een grote uitdaging, want terwijl je daar ligt, je moet rusten. Zou je je voor moeten stellen dat er misschien een uurtje in de dag dat er ergens gedrild wordt of dat er een muur gesloopt wordt. Maar we moeten doorgaan met het werk. Dus zoveel als mogelijk, wanneer de patiënten ook wel aangeven van nee, we kunnen het nu echt niet aan, stoppen de werkzaamheden ook wel even en dan zetten we dat op een ander moment voor. Maar we houden degelijk rekening met de gezondheid van de patiënt, want daarvoor komen ze hier. Je kan hier komen en je wordt er nog zieker van. Dus we houden daar rekening mee. Mevrouw Latoya, we hebben net gesproken over de werkzaamheden van het AZP, maar we weten ook dat de spoedeisende hulp ook hier is bij het AZP. Wat moet ik me voorstellen als ik kom bij de spoedeisende hulp? Zoals u het hoort in de naam, hulp waar het met spoed vereist is. Dan denken we aan acute gevallen, maar we zeggen, laten we het makkelijker maken. Het moet zeer ernstig zijn, heel erg dringend zijn. Ik wens eigenlijk geen voorbeelden te noemen, maar ik kan toch wel het wagen om een voorbeeld te noemen. Als u hartklachten heeft, u voelt ineens zo dat uw hart sneller begint te kloppen, u bent dat niet gewoon, dan kunt u naar de spoedeisende hulp komen. Maar als u gewoon oorpijn heeft, omdat u denkt dat er iets erin is gegaan waarvoor u nog naar de huisarts kunt gaan, dan zeggen we, dan bent u niet op de spoedeisende hulp terecht. Komt u er toch naartoe, gaan we u niet wegsturen. Maar u moet begrijpen dat er urgentiecodes zijn. En dat staat hier zo bij de spoedeisende hulp bekend als het triagesysteem. Wanneer we zeggen u komt in een triagesysteem, dat betekent dat wanneer u aanmeldt met wat dan ook, gaat u allereerst de drempelkosten betalen als u binnenkomt.
ongeacht uw verzekering betaalt u de drempelkosten. Wanneer u de drempelkosten heeft betaald, gaan de dames bij de balie u aangeven dat u even plaats moet nemen. Maakt niet uit hoe u er op dat moment uitziet. Ze gaan u vragen om plaats te nemen. Wanneer er eenmaal is geregistreerd door die dames bij de balie, dan komt de triageverpleegkundige bij u. Wat moet u zich voorstellen als u hoort triageverpleegkundige? Het is iemand die speciaal getraind is om dus de zaken die wij noemen in de urgentiecodes, wanneer het heel erg dringend is of minder dringend is, we moeten levensreddend optreden of we kunnen nog gewoon de persoon verwijzen naar de huisarts, dan moeten we dat aan kunnen geven. En dat kan een gewone verpleegkundige niet, je moet daar speciaal voor getraind worden. En dat is dus ook gebeurd, een heel team van verpleegkundigen is speciaal daarvoor getraind. Wanneer u naar de triageverpleegkundige gaat, gaat die dus de basiszaken vaststellen. Denk aan uw bloeddruk meten, denk aan uw enkele vragen stellen, heeft u allergieën en aan dat soort van dingen. De basisinformatie die de arts nodig heeft om dus verder te gaan met de behandeling. Veel mensen hebben geen begrip voor dit proces, omdat als ze binnenkomen ze graag gelijk geholpen willen worden. U moet begrijpen dat ik het zo extreem als mogelijk uit moet leggen. Dat als u hier zo komt met een geval waarvan we zeggen het is niet levensreddend, het is geen code 1, dan gaan ze u in een andere code zetten. Als u komt en er komt bijvoorbeeld, u komt om 10 uur 's morgens hier, u heeft oorpijn, dan wordt u ontvangen, u gaat gevraagd worden op de bank te zitten. U wordt daarna gewoon door de triageverpleegkundige naar binnen gehaald. En als die de zaken heeft vastgelegd en die nu doorheeft dat het geen levensreddende handeling is, dan gaan ze nu kijken naar de andere mensen waar er wel levensreddende handelingen gepleegd moeten worden. Maar stel dat u daar zit vanaf 10 uur en u zit daar nog om 11 uur of 11:30. Als iemand om 11:30 binnenkomt met een peuter of met een baby, gaat u begrijpen dat die persoon voor u geholpen gaat worden. Die baby of die peuter kan niet zoals u uitleggen wat u voelt of ervaart. Dus daar moeten we gelijk optreden. Sommige mensen hebben daar geen begrip voor omdat ze zeggen ik zit al lang hier zo en nu wordt iemand voor me geholpen. We vragen u begrip en we zeggen niet eens dat het gewoon zomaar een proces is. U moet u voorstellen, als die triageverpleegkundigen er niet waren en we hadden stellers, ik noem maar een voorbeeld, we hadden 5 artsen die daar zo dus alle mensen die hier binnenkomen zouden moeten opvangen. Dan zou u niet gewoon wachten van 10 uur tot 12 uur voordat u geholpen werd door de arts. Maar u zou misschien de hele dag hier doorbrengen. Maar omdat die triageverpleegkundige er is, die heeft de basiszaken vastgesteld, kan de arts sneller inkomen en kunnen meerdere mensen geholpen worden in een bepaald uur volgens die urgentiecodes. Als u binnenkomt op de SEA, gaat u het ook daar zien staan. Wanneer u bent geholpen door die dames bij de balie, kunt u ook wel vragen welke urgentiecode heeft u. Aan de hand van die urgentiecode staat er ook wel geschreven hoe lang u ongeveer gaat moeten wachten. Want als we code 1 kennen, iemand met hartklachten of iemand met maagklachten, waarbij je ziet dat het zodanig is, dan gaan we gelijk op moeten treden. Wat er ook wel gebeurt is dat als mensen hier zo meestal in de wachtzaal zitten, en ze wachten vanwege hun urgentiecode, zien ze dat er iemand binnenkomt en die persoon schreeuwt. Ah! De doktoren, de artsen, die triageverpleegkundigen, die zijn niet als u en ik dat ze op emotionele impulsen reageren. Uw pijngrens is misschien hoger dan de mijne, maar als ik schreeuw ga ik nog niet dood. Als u schreeuwt, dan bent u eigenlijk al dood. Dus vandaar dat er dus dat triageproces komt. Omdat we niet gewoon kunnen kijken, die persoon schreeuwt harder, dus we moeten die persoon eerst helpen. We kijken aan de hand van waarmee u binnenkomt het geval, hoe dringend is het en hoe snel moet u geholpen worden. Zodat we ervoor zorgen dat u levend van hier vertrekt. Nu zijn er huisartsenposten, ze worden met een kort woord genoemd HAP. Met het binnenkomen van 2 HAP-posten, is het minder druk geworden op SEH? Nee, het is nog steeds niet minder druk geworden op SEH. Als je gewoon door de huisarts geholpen kan worden, hoef je niet hier te komen zitten om hier langer te wachten. Zoals ik het net aangaf aan de hand van die urgentiecodes. Het is niet minder druk hier geworden. Er zijn nog mensen een beetje pijn in hun bakkanikkie, weet je, spanning van hoge bloeddruk. Dan komen ze al hier. Terwijl u dan gebruik zou kunnen maken van die huisartsenposten van SZ
AZF, maar ook het AZP hier heeft ook een huisartsenpost. Aan de voorzijde, als u via de hoofdingang binnenkomt, dan is dat het eerste gebouw aan de rechterzijde. Dat is het Medisch Diagnostisch Behandelcentrum. Daarbinnen hebben we ook onze huisartsenpost. En daar kunt u ook terecht voordat u dus naar de spoedeisende hulp komt. Als u geen spoedeisend karakter, een ziekte of een behandeling nodig heeft dat een spoedeisend karakter heeft.